Na 25 jaar in het boekenvak. Ik ben journalist geweest, ik ben uitgever geweest en ik heb overal les gegeven. En nu dacht ik, nu ga ik mijn eigen boek schrijven. En het is op een hele eenvoudige manier begonnen. Ik was in een boekwinkel om een schrijver te interviewen en er kwam een vrouw naar mij af. En die wou eigenlijk weten, wat gaat u me vragen, want er gebeurt niks in het boek. Nou, ik was echt heel verbaasd en ik pakte mijn boek erbij en ik liet haar zien. Kijk, hier let ik op en daar let ik op en dan, kijk, dan verbind ik dat en dat. Maar toen vroeg ze mij, kunt u dat komen vertellen? En helemaal zoveel jaren later is dat mijn boek geworden. Hoe lees ik? Ik heb het heel erg bij mezelf gehouden, want ik wil laten zien, ik wil je eigenlijk bij de hand nemen, hoe lees ik? Ik begin bij een eerste zin, ik laat zien waarom hij bijzonder is, wat ik eruit haal en hoe je dan langzaam door het boek kan gaan. En dat is uiteindelijk wat het moeilijkste is. Je kunt wel alle theorie weten, maar dan zit je daar. Alleen, zonder begeleiding staat niet bij dat het een metafoor is. En nu in mijn boek kun je met allerlei kleine aanwijzingen en tips ontdekken wat de schrijver nou eigenlijk misschien heeft bedoeld.